Ja, ik besef me dat het een beetje vragen naar de bekende weg is, maar met wat voor gevoel sta je hier na 4-0 verloren te hebben vandaag van Quick Boys? Ja, weet je, een wedstrijd verliezen kan gebeuren, maar de manier waarop is natuurlijk schandalig. En dan, dan ben ik daar goed chagrijnig van. Ja. Schandalig, waar zit je het meest over in, wat jullie vandaag hebben laten zien? Nou, gaf op alle vlakken gewoon niet thuis, ik zelf ook niet, maar er werden geen duels gewonnen. We waren in alles een stapje te laat en zij waren gewoon veel fanatieker. Dat is dan nog wel de meest pijnlijke conclusie, dat je dan op fanatisme misschien bent afgetroefd. Dat je een keer niet in de wedstrijd zit, dat kan gebeuren denk ik, maar in zo'n derby wil je ook strijd zien. Ja, en dat hebben wij niet geleverd, dus dat is heel slecht. Ja, wanneer voelde jij dat het wel echt een lastige middag zou gaan worden? Is dat dan al direct in de wedstrijd? Ja, het zat hun ook niet tegen, laten we het met de doelpunten die ze maakten, maar ze waren wel veel feller. Wanneer voel je dat dan, dat het echt lastig kan gaan worden? Ja, kijk, ze hadden natuurlijk wel van een stormloopje begin eerste helft. En die goal is gewoon, die moet ik beter verwerken. Dus dat is vervelend. Maar goed, dan moeten we weer door. Maar ja, als je zo de rust uitkomt, dan is het wel gebeurd. Vind je dat dan een fout van jezelf? Een blunder? Of hoe zie je dat, die 1-0? Het is gewoon een fout. Ik verwerk hem niet goed. Dus punt. Ja, en dan die stormloop naar rust. Wat was er in de kleedkamer gezegd? En wat wilden jullie eigenlijk op de mat gaan leggen, die tweede helft? Ja, we moesten een beetje wat meer scheid hebben eigenlijk en gewoon lekker gaan voetballen. Dat kennen we hartstikke goed. Maar je ziet wat er is gebeurd, dat er is er weinig van terechtgekomen. Ja, nu heb je ook nog geen doelpunt gemaakt dit seizoen, terwijl er best wel wat kwaliteit voorin staat. Hoe gaan jullie daar dan als defensie mee om, jij en de verdedigers? Nou ja, wij moeten eerst beginnen met ook de nul achterin te houden. En vorige week is dat met veel geluk gelukt. En deze week is dat, zijn een hoop dingen duidelijk geworden, denk ik. Wat dan bijvoorbeeld? Dat houden we lekker binnen de kleedkamer. Maar veel werk aan de winkel en veel trainen de komende week? Ja, ik vind wel veel werk aan de winkel. Ja. Want los van dat je er 4 tegen krijgt, geef je ook nog best wel wat kansen weg. Dus ja, daar mag wel een beetje aan gewerkt van worden. Wat betekent dit voor jullie ambities? Want zelf ook een interview gehad met de captain Bram in aanloop naar deze wedstrijd. Gaf toch wel hoog op over de selectie, top 3, top 5. Nu zijn er nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Laten we ook vooral niet hele verregaande conclusies trekken. Maar het is wel een valse start. Het is zeker een valse start. Maar ja, 2 wedstrijden zegt ook nog niks. Dit is ten alle tijde een wedstrijd op zich. Ook als je al 8 keer verloren hebt, kan je deze ook ineens zomaar winnen. Dus ik vind dat dit is schandalig wat er is gebeurd. En we moeten ons heel flink gaan schamen en achter de oren gaan krabben. Maar ik vind niet dat dit wat zegt voor de rest van het seizoen. Dankjewel voor je tijd en succes met het herstellen. Ja, dankjewel.